Stephen Ma, directeur van Huawei voor het Caribisch gebied, is op bezoek bij Telesur. Hij heeft de verantwoordelijkheid over meerdere landen in het Caribisch gebied waar Huawei werkt. Die IT-infrastructuur beheert, apparatuur voor telecommunicatie produceert en telecommunicatiediensten verleent. Director Ma is in Suriname om onder andere het verloop van het Telesur Nationaal Breedbandproject TNBP te observeren. Ma heeft vandaag, vergezeld door Telesur-directeur Mike Antonius en de president van de Raad van Commissarissen, Gardelito Hewaki, een rondleiding gehad op een van de TNBP-sites. Antonius zegt dat het Nationaal Breedbandproject een groot project is, maar dat ze toch wel op schema zijn. Volgens hem verloopt de samenwerking met Huawei heel vlot. Met name waar we dus nu meer aandacht aan schenken zijn de projectteams van Huawei en Telesur. En in het bezoek van Stephen Ma zijn wij daar met name aandacht aan het schenken, zodat wij zeg maar, die samenwerking ook kunnen verbeteren. We werken met Huawei als onze leverancier, netwerkleverancier. Het uitrollen van het project is één, maar nadien heb je maintenance. Dus de samenwerking zet zich daarna voor meer als het gaat om support op onderhoud. De Huawei-director Ma zegt dat Suriname beschreven kan worden met de volgende kernwoorden. Geluk, harmonie en duurzame welvaart. Ten aanzien van de samenwerking met Telesur zegt hij dat partnerschappen niet altijd even makkelijk verlopen. We have a long journey between Huawei and Telesur. Long-term partnership and friendship. And also with this massive deployment and strategy plan. We fight, we argue, we have a lot of conflicts, then we understand each other, then we build a trust. I guess this is the secret of partnership. This is a lot of iteration. We have an initial idea, which is a master plan. But in the process, there's a lot of discussion, a lot of optimization, modification of the plan itself. As for the status of the progress, we believe that we are on track, but we can be faster. That's what I believe. Ma zegt dat Huawei soortgelijke projecten uitvoert in verschillende landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Volgens hem krijgt het bedrijf goede ondersteuning van de overheden. Over het Telesur Nationaal Breedbandproject zegt hij dat dit een grote impact kan hebben op de totale gemeenschap.